have you ever felt? Are you listening? Damn. Goedemorgen vanuit de wagen. Ik weet niet in hoeverre dat je mij kunt zien, want we rijden hier een beetje tegen de zon in. Maar het is zaterdagochtend. Middag. Namiddag. Timo heeft verschrikkelijke honger, want ik heb er heel lang over gedaan om mijn make-up op te leggen vandaag. En ja, we zijn op weg. We hebben eerst huishouden gedaan. Je hebt mij ook pakketjes zien inpakken deze morgen. Dat was voor mijn volgende opdracht van de blog battle. Ik ga je daar straks of morgen meer over vertellen. Maar nu zijn we dus op weg eerst naar het containerpark. En Timo is ook lastig, omdat de auto stinkt naar het vuilnis dat achter in zijn koffer zit. En dan gaan we iets eten. En heeft vooral heel veel honger. En ja, het is allemaal mijn schuld, want the make-up had to be done. Ja, getrouwd zijn met een beautyliefhebber. Je moet er iets voor over hebben. Hè. We zijn naar het containerpark geweest. Parking gevonden. En nu gaan we op weg naar de lunch. We gaan er eens proberen bij Maison D te gaan. Het is nu toch al na 2 uur, dus de drukte moet weg zijn. Dus misschien dat we dan gewoon zo plaats hebben zonder te reserveren. We zijn er geraakt en we hebben zelfs zonder te reserveren nog een tafeltje gekregen. Het allerlaatste, denk ik. Want de rest van de zaak zit wel vol. Maar ja, ik ga kijken naar de kaart. Iets warms, iets hartigs. Winterse lunch. So, American pancakes, French toast. Nee, ik denk eerder zoiets van. De lunch has arrived en yes, ik ben content met mijn keuze. De pannenkoekjes met fruit en maple syrup. En Timo heeft een mega croque monsieur. Misschien dat ik wel een stukje neem. Ik denk dat het vandaag de 13e keer is dat het trek-chic event plaatsvindt. Ik denk dat wij naar de allereerste keer geweest zijn, 13 jaar geleden, toen nog in Genk. Maar dus nu is het in de Etihad Arena en mijn collega had gratis kaarten via, maar ze ging zelf niet. En ze zei, hey, je ziet er al uit alsof je naar Trechik wilt gaan. Ik zeg, ja, geef mij die kaarten maar. Het is een fancy lifestyle beurs met auto's, meubels, kleren, whatever. En we gaan een keer een kijkje nemen, hè. Eerlijkheid, ik ben niet de persoon voor naar beurzen te gaan. Ik vind het altijd Batibo en dergelijke en het autosalon. Je loopt daar een beetje rond, je kunt er een beetje kijken, maar een C. En ik heb hetzelfde gevoel met hier. Er staat heel veel, je kunt heel veel bekijken en that's it. Allee ja, dus het is leuk voor een keer, maar really, nieuw geld waard om hier te komen kijken. Als je echt iets wilt, ga dan toch naar de dealer zelf, denk ik. Intussen zijn we terug thuis. Ze zijn ook even bij de bakker gestopt. De enige bakker die nog open was, maar er was nog meer dan genoeg keus. Dit is een puntje truffeltaart. Nog nooit gegeten, maar dat zag er ongelooflijk lekker uit. We hebben ook even een cappuccino gemaakt. Intussen snel ook de pyjama aangetrokken en home sweet home. Even gewoon de zaterdag gezellig bij elkaar doorbrengen. Niks doen, tv kijken, iPad kijken. Dat je doen. Ja, the good life. Goedemorgen. Let niet op mijn stem. Ik heb het een beetje moeilijk in de ochtend. Het is 1 december. December! Mijn verjaardagsmaand en voor veel mensen de feestmaand. Maar voor mij is het vooral mijn verjaardagsmaand. Let's make this feast. Een beetje bijballen, updaten en dan kunnen we weer verder. Zo, zondag. Straks ga ik eerst boodschappen doen. Dat is gewoon nodig. Ik moet nog wel eventjes kijken wat ik wil gaan eten. Receptjes bekijken dat we de juiste ingrediënten kunnen kopen. En
dan kunnen we te bieden op pad. Vrijdag zal ik trouwens bij de kapster. Ik ging het oorspronkelijk filmen, maar ik zat daar net wat te knus en te gezellig. Ik zat daar een boekje te lezen, een theetje te drinken. Dus yes, ik dacht, oké, weet je wat, we gaan het gewoon laten. Dit is intussen het haar van dag 3. Dus ik denk dat ik het morgen, overmorgen toch wel te laat zal moeten wassen. Maar voorlopig houden we het nog even vol. Dus gisteren even naar de stad geweest. Ik moet zeggen dat het mij opvalt dat het pak drukker is. Uiteraard, het is december, zoals ik zei, feestmaand. Dus veel mensen hebben een wishlist doorgegeven. En je merkt wel dat zo de cadeautjeshunt open is. De cadeautjesjacht. En dat maakt dat er heel wat meer volk in de stad is. Of misschien lag het gewoon aan het feit dat we vrij laat in het centrum waren. Oeh. En dat, ja, dat ons dat om die reden een beetje opviel. In mijn familie is dat niet echt een traditie. We hebben dat nooit echt gedaan. Ik heb dat een keer proberen opstarten, maar... Ja, na 1 jaar is dat terug gewoon compleet genegeerd. Dus cadeautjes in de kerstperiode worden bij ons niet gedaan. Bij Timo zijn familie doen we daarentegen wel Secret Santa. Dus we hebben daar zo'n toolje voor. Dus je vult gewoon alle namen in en dan krijgt iedereen op zijn eigen e-mailadres de naam van de persoon voor wie dat zij Santa mogen spelen. En de personen zelf vullen dan eigenlijk telkens hun wishlist in. Dus we hebben een beetje een budget bepaald en dan vullen we, ja... 3, 4, 5 of meer dingen in, zodat de Santa toch wel een beetje keuze heeft en een beetje op zoek kan naar de juiste leuke cadeautjes. Dat is natuurlijk elk jaar hetzelfde. Ik vul mijn lijstje in de week dat ik die mail krijg en op anderen moeten we zitten wachten. Nadeel is dan dat je veel later pas op cadeautjesjacht kunt en dus die drukte moet tegemoet komen. Terwijl ik veel liever op mijn gemak op voorhand uitkijk en allee, zo nu met de Black Friday deals misschien nog een dealje kon doen. Over Black Friday gesproken trouwens. Ik denk dat ik deze week even in de goe had van alle shopping ja, druk die erop werd gelegd. En eigenlijk, allee, als je echt iets wilt en tijdens Black Friday kun je dat met korting kopen, top. Maar... zo al dat, Black Friday, wat gaat je kopen? Ja, als ik niks moet hebben, als ik niks zie dat mij echt interesseert, niks. Ik denk dat dat een goede houding is. En het is leuk om shopping hauls te kijken, maar ik moet er ook een beetje afstand van nemen en het relativeren. Dat gezegd zijnde, heb ik er gisteren wel gebruik van gemaakt, namelijk bij Reese. Dat is een van mijn favoriete kledingwinkels en ja, zo wat kwalitatieve... volwassen kledij en blijft heel lang heel mooi, maar is not cheap. Het is ietsje duurder toch dan de gemiddelde Zara en de gemiddelde H&M. Ook wel helemaal geen designerstijl prijzen, maar toch allee, ja, de moeite om er echt over na te denken voor een leer dat je geld gaat uitgeven. Hè. Maar ik zocht nog een verjaardagscadeautje dat ik aan mezelf zou geven. Dus mijn schoenen waren een cadeautje van Timo. En ik dacht, oké, ik heb al schoenen, dus... een topje, een rokje, dat er nog bij en dan heb ik de ideale outfit. En zij deden dan ook een soort van, ja niet echt Black Friday, ze hebben een aantal van hun nieuwe lijnen in de outlet sectie gezet en dan kon je die toch met korting kopen. Dus ik heb, verrassing, een nieuwe plissé rok gekocht, want die van Reese zijn echt wel de allerbeste. Heel kwalitatief, heel mooi en die plooikjes blijven ook super mooi, ook als je ze meerdere keren wast. En dan een truitje erbovenop. Dus ik dacht, ja, dat past heel mooi samen. Maar kan ik ook combineren met andere stuks. Dus ik probeer wel heel bewust na te denken als ik kleren koop. Van, kan ik dat combineren met andere dingen in mijn kast? En heb ik daar een outfit voor in gedachte? Dus die twee dingen, die zijn nu onderweg met Black Friday korting. Maar dus wel ideaal en op tijd, ruim op tijd voor mijn verjaardag. Het handige is natuurlijk dat ik wel mijn maten goed ken in Reese. Ik shop. Kleren soms toch niet echt graag online. Ik weet dat je dat kunt terugsturen, maar ja, weet, als die maat dan niet goed is en je moet dan heel dat gedoe doen van dat terug te sturen. En ja, het is een beetje extra hassle, maar aangezien ik mijn maat wel goed ken, was ik hier wat meer gerust. Dus gisteren ben ik de vlog begonnen met het inpakken van cadeautjes. Nu, dat waren eigenlijk gewoon dozen, lege dozen, kartonnen dozen, die ik aan het inpakken was als een soort van cadeautje. En ik heb die nodig als prop voor mijn shoot. Dus de blog battle van Hasselt. We zijn intussen in de allerlaatste fase beland. En
Ja, zelfs mijn keel is te beu. We zijn intussen bezig sinds september. Dus dat is best lang en ik heb er best al veel tijd en energie in gestoken. Dus nu heb ik zoiets van, oké, ja, nu zou ik toch wel graag het resultaat zien. De allerlaatste opdracht is een styling opdracht, een soort van lifestyle advertorial maken, waarbij dat je een model ter beschikking krijgt. Oh, excuseer hoor. En een fotograaf. En ergens in Hasselt één foto moet maken dat voor jou winter in Hasselt voorstelt. Je moet dat model uiteraard kleden, want ze kan daar niet in het blootje gaan staan. En om die te kleden heb je een beetje hulp nodig van handelaars in Hasselt. Op dat vlak is dat voor mij de moeilijkheid, want je moet zelf handelaren contacteren en kleren ontlenen. En dan denk ik, ja, ik ben natuurlijk geen flair. Allee, ik heb geen gevestigde naam. Ik kan wel zeggen dat ik meedoe aan die wedstrijd, maar uiteindelijk, ja, ze moeten dat nog altijd vrijwillig doen, die kleren lenen. Ik had nu al twee berichtjes gestuurd, ik heb daar nog geen antwoord op gehad. Ik begrijp dat ook wel. Maar toch, ergens denk ik, oké, hoe ga ik dat doen? Ik heb wel een concept in gedachten. Het is daarom dat ik die cadeautjes aan het inpakken was. Dus ik ga op plein publiek mijn model laten poseren met cadeautjes en een flesje en een glaasje. Allee, ja, een beetje de feestperiode. Maar ik heb natuurlijk wel nog de gepaste outfit en accessoires nodig. En vooral met schoenen heb ik zoiets van, ja, hoe doe je dat? Want als je ergens schoenen ontleent en we doen dat buiten, ja, ik wil niet dat die schoenen, dat ze zo al begint te verslijten. Ik weet ook niet hoe dat echte stylisten dat doen. Want je kunt natuurlijk niet altijd een binnenshoot doen. Maar je wilt ook niet dat de klant die dan uiteindelijk de schoenen gaat kopen, ja, met een al versleten paar zit. Dus daar moet ik nog eens heel goed over nadenken. Dus noods moet ik een handdoekje op de grond zetten, dat mijn model haar voeten daarop kan zetten. Allee, ja, ik weet niet, ik moet een beetje creatief zijn. Maar dat is dus eigenlijk het doel. En dat is op 10 december dat we dat moeten gaan doen. En dan één week later weten we eindelijk wie dat de ambassadeur, online ambassadeur van Hasselt wordt. Dus that's that. Nu, het is vandaag ook 1 december. Ik heb net mijn beauty unboxing live gezet. Heel veel mensen gaan vlogmas doen, dus elke dag vloggen. Nu, dat is iets dat ik zelf niet kan doen. Ja, ik denk dat het echt wel veel te saai zou zijn als we dat gaan doen. Het is elke dag hetzelfde. Ik ga werken, ik kom thuis. Het is nu donker, we maken eten en we proberen ons nog een beetje te ontspannen. Dus naar content toe, allee, kan ik niks echt leuks aanbieden. Ik ga wel proberen, zoals de andere jaren, om wat meer video's online te zetten in december. Dus als je verzoekjes hebt, laat het mij zeker weten. Dan kan ik ermee aan de slag. En zeker in de tweede helft van de maand, als we een beetje verlof hebben, dan kan ik wat meer opnemen. Dus dan komt er wat meer content online. En hoop ik, ja, dat ik op die manier toch mijn versie van Vlogmas kan doen. Ik heb al één verzoekje gehad, namelijk om mijn nagelroutine nog eens op te nemen. En dat is inderdaad al even geleden. Dus die zal ik updaten. Niet dat daar inhoudelijk gigantisch veel aan veranderd is, maar die zal ik eens opnieuw in beeld brengen. Dus dat is misschien wel interessant. Dus laat zeker weten alles wat je nog wilt zien. En dan kan ik daarmee aan de slag. Ik ga even deze make-up afwerken en dan zie ik jullie zo meteen terug. Oké, ik ga even mijn outfit filmen, hè. Moet je nu licht hebben? Nee, ça va. Yes, craziness op een zondag. De outfit van vandaag is die van gisteren. Dit is zo een heel zacht wollen truitje met zo'n die haartjes van All Saints. Een beetje een animal print. Mijn plissé rok van Reese. Dat was de allereerste plissé rok die dat kocht. En dat heeft de verslaving doen ontstaan. Ik heb nog een kousenbroek aan. Niet mijn Birkenstocks, maar mijn enkelaartjes gaan mee. En dan nog mijn jas erover. Dus dat is mijn outfit voor vandaag. Oh, ik zie dat ik mijn juweel nog niet aan heb. Die moet er ook nog eventjes bij. We zijn net onze foodshop gaan doen. Ik ga het even laten zien. Ik ga apart nog een What I Eat in a Week doen. Maar dat is dan een aparte video voor de Vlogmas maand. Maar nu ga ik even gewoon laten zien wat we gekocht hebben met de intentie om deze week te eten. Dit is de foodshop van deze week. Nog best compact en ja, buiten die Tony Chocolonely redelijk gezond. Maar deze waren in promo en er zijn een aantal smaken gelijk melk, crunch, pieken. Die ken ik niet. En deze ken ik wel, die is super lekker. Oh, van die roze framboos. Chocolade met knettersuiker.
niet de gezondste variant, maar I like it. Deze kende ik ook nog niet. Melk? Nee. Wit. Witte chocolade met citroen en maanzaadjes. Dus heel wat interessants voor mijn snacktest op Instagram. Ik hou jullie daar op de hoogte. Voor vandaag wordt het deze quiche, een slaatje. Morgen eten we tonijn. Het is al geen verse tonijn, dus ik heb die in diepvries gevonden. En ja, het zal wel even goed zijn, zeker. Een backup van onze sojasaus. Normaal neem ik de standaard Kikkoman, maar nu ben ik eens voor de groene versie gegaan met minder zout. Een keer zien hoe dat smaakt. Dat is ook voor morgen met die tonijn, gember, knoflook, eitjes. Wat beleg voor vanavond op de boterham. Focaccia, ook lekker. In de oven nog een beetje afbakken. Wat zalm. En sfortimo en komkommertjes. Dat is onder andere voor mijn gerecht, maar ik neem dat ook mee naar het werk om te snacken tijdens de middag. Dat is crunchy, dat is lekker fris en ja, toch gezond. Filming time! Hey allemaal, welkom terug op mijn kanaal. Zeer, zeer lekker. Kaartvol. Fuck! Als ik een paar filmpjes vind, dan kan ik die... En nog filmpjes die ik kan wegsmeten. Oh, dear lord. Ik heb net mijn filmpje gewist. Oh. Ik heb net mijn filmpje gewist. Jawel. We beginnen opnieuw. Goedemiddag. Vrijdag, een dagje verlof. Perfect voor een verlengd weekend, maar ik heb al een hele productieve dag gehad. Lakens gewassen, gedroogd en bed opnieuw opgemaakt. 2 filmpjes opgenomen met deze camera en dan was de batterij plat. Vandaar dat ik nog niet eerder gevlogd heb, dus ik heb mij klaargemaakt. Ik heb een soort van get ready with me winter pamper routine gedaan. En dan ook mijn nagel- en handverzorgingsroutine opnieuw opgenomen. Na, ik denk 2 jaar, een keer een nieuwe update gemaakt. Dus nu staan we klaar om naar Hasselt te vertrekken. Het is slecht weer. Grijs en regen de hele tijd. Dus en dat... Het ziet er echt niet naar uit dat dat gaat beteren. Maar we moeten, want het is heel belangrijk dat ik de prep doe voor de allerlaatste opdracht van de blog battle. Ja, ik heb kleren nodig voor mijn model te stylen. En ik heb afgesproken dat ik vandaag even langs ga bij Jolie Dore. Daar ben ik al een paar keer geweest. Ik vind dat ze een hele toffe collectie hebben. En zij zag het wel zitten om mij te helpen en mijn model te stylen. Dus ik moet gaan kijken wat ik kan ontlenen. En ik heb daarvoor ook de maten gekregen van mijn model, zodat ik de juiste outfit kan kiezen in de juiste maat. Dus dat gaan we doen, maar als we dan toch in de stad zijn, gaan we ook even iets eten, want het is middag en onze maagjes zijn aan het grommelen. Zo ja, dat is tot nu toe mijn zeer, zeer, zeer interessante vrijdag geweest. Ik ga voor een winter white outfit vandaag. Een beetje als protest tegen het grijze regenweer. Meteen ook een eerste outing voor mijn nieuwe Reese outfit die dat ik in de Black Friday sale kocht. Deze mooie warme trui. Best lang, maar ik heb die van voren een beetje ingestoken. En een nieuwe plissé-rok. Wit met zo'n een vedereffect. En dan, omdat ik geen zin heb in lange laarzen, heb ik een huidskleurige kousenbroek aan. En dan mijn enkelaarsjes er nog bovenop. Dus ik vind dat wel een leuk contrast van wit naar donker. Door het regenachtige Hasselt. We zijn eerst even bij Jolie Dore gestopt. Daar ga ik mijn outfit van halen voor de blog battle. Ze heeft ook een tip gegeven. We gaan straks nog even langs bij een vriendin van haar. Voor nog wat meer accessoires. En dan is mijn model volledig gekleed. Nu eerst even lunch. Lunch bij... Hoe heet het weer hier? Tastimo. Dus lekker Aziatisch. Snel en gezond. Damn. Ik heb een keer een nieuw gerechtje genomen. De kabeljauwfilet met peper, look en hoisin sauce. Super lekker. Hele goede dag vandaag, want ik heb net mijn outfit gescoord op 2 plekken voor mijn model. Ik heb schoenen, ik heb kleren, ik heb accessoires en zit een koffiecafé, kerstboom. Tijd voor een pumpkin spice cappuccino en een Reese's muffin. Yeah.
was een hele, hele vruchtbare dag. Amai. Outfit gevonden, twee handelaars gevonden die willen meewerken voor de blogbattle. Super tof, echt super, super tof. Ik ga mijn model kunnen kleren, ze gaat daar niet in haar naakje moeten staan. Het gaat een toffe outfit worden, maar ook vooral een hele goede binnenlocatie om de foto te maken. Dat zou eigenlijk ook buiten de foto doen en dat is nog altijd mijn plan, maar het weer ziet er maar zo uit. Dus moet je natuurlijk een alternatief hebben. En ik kan wel wat portaaltjes gebruiken, maar ja, dat is niet altijd ideaal. En toen kregen we een goede tip, namelijk de marmeren trap van ja, tussen het Smaaksalon en Toerisme Hasselt. Daar worden wel eens fotoshoots gedaan. Daar heb ik toestemming voor gevraagd bij Toerisme Hasselt, bij de bevoegde persoon. Dus ik heb haar net even gebeld. Het was in orde. Ik heb dan nog even op mail gezet dat ik zeker zwart op wit de bevestiging heb. Dat er geen problemen rond zijn, maar het zou zeker oké zijn. Een mooie marmeren trap, mooi verlicht, goede foto, mooi model ook. Yes, ik ben in mijn nopjes. Mijn laatste opdracht voor de blogbattle gaat echt wel gaat goed zijn. We hebben dan ook een leuke pop-up shop ontdekt, dat is er elk jaar blijkbaar. Chouf Moi, met een aantal handgemaakte Marokkaanse producten. En dan ook nog een in-store store van Atelier Bossier. Wat een aantal hele mooie kaarsen. Nu van Chouf Moi hebben we ook iets gekocht, maar dat is dan als kerstcadeautje. Ik iets voor Timo, Timo iets voor mezelf, voor mij dan. Maar dus Atelier Bossier, handcrafted kaars. Witte muskus en amber en... Oh my lord, yes, yes, yes. Deze vind ik heel erg lekker. Als je zo mijn smaak hebt, ja, dan is alles met amber een fantastische geurkaars. Ook een hele mooie ja, goudkleurige ja, kaarsenhouder. Die dat als kaars op is, die ik nog heel mooi ga kunnen gebruiken voor mijn kwasten of zo, denk ik. So, yes. En ik ben ook in blijde verwachting van mijn Sorel Winter Boots. Ik dacht niet dat die vandaag nog zouden worden geleverd, want... De hele dag was het pakketje nog bij de koerier in Luik. En in één keer kreeg ik een mail dat die vanavond nog zou worden geleverd. Tussen 7:30 en 7:30. Fantastisch. Dus dan heb ik ze dit weekend al. Lekker warme winterboots. Ze zijn zo'n beetje city chic. Ik had ze al langer op het oog. En toen was er ineens een Cyber Monday deal. En toen dacht ik... Like, ze waren echt serieus afgeprijsd, maar echt serieus afgeprijsd. Want ik wou ze eigenlijk niet kopen eerst, omdat ze te duur waren. En toen dat de Cyber Monday deal kwam, toen dacht ik, oké, ja, nu is het een aanvaarde prijs voor mij en zie ik ze wel graag komen. Dus daar ben ik nog op aan het wachten. Oeh, ja, ja, echt een super, super, super goede dag. Productief, alles gedaan. Ik kijk uit naar het weekend. Kan niet beter beginnen. Goedemorgen, zaterdag. Het voelt niet als zaterdag, maar het is gewoon zaterdag. We zijn al vroeg wakker, een beetje ons normaal bioritme. Ik heb net deze oogmaskertjes opgelegd, die van Too Cool for School. Die zijn gigantisch, dus die pakken echt wel de hele zone mee. Oh, maar lekker verfrissend. Muntteetje erbij. Ik ga nu een beetje... De filmpjes editen die dat ik gisteren opgenomen heb. Een beetje rustig de dag op gang laten komen. Santé. Goedemiddag. Het editen zit erop. Ik heb mij intussen een beetje klaargemaakt. Timo heeft heel hard gewerkt, heeft in de tuin gezeten en ook onze auto's gewassen. Dat was ook wel nodig. Maar bij deze een little praise voor jou. Woep woep. We hebben intussen de lunch voorbereid. Deze avond gaan we naar een verjaardagsfeestje en dat is een frietkraam. Dus vanavond kijken we uit naar frieten en ja, wat dat daar ook allemaal te eten is. Dus nu is het een soepje en een beetje brood met boter. Ik heb dat brood in de toaster gezet en dan zo'n beetje boter erop. Ah, oh, yes. Lekker warm. Ideaal voor dit druilerige herfstweer. We gaan ervan genieten. We zijn helemaal op avontuur vandaag bij de boodschappen op zaterdagmiddag. Ik verheug mij al niet op de drukte. We hebben ons daarnet uit de zetel gesleurd om toch maar boodschappen te gaan doen. Op zaterdag, een beetje drukker dan op zondag. En zeker in de action was het... Maar bon, we hebben wat we nodig hebben en we kunnen weer de week verder. Dus, en ik denk dat ik zoiets terug de zetel in ga zetten, want ik was een kerstfilm aan het kijken. Iets dat ik opgenomen had op Vitaya of 5TV, The Christmas Contract.
So far, so good. Ja, de oogjes gaan nog eens op schok. Eerlijk, we hebben daarnet op ons bed gelegen en een beetje een dutje gedaan. We zijn gewoon super moe deze morgen. Vroeg opgestaan, veel gedaan. En ja, we zijn er niet gewend om zo zaterdagavond nog echt uit te gaan. Zo, we zijn hier in Ellicom. Dat is ergens in Meeuwen. Meeuwen-Gruiterode tegenwoordig heet dat. Oh shit, kunnen we dat echt een keer aan? Ja, dat is Oudsbergen tegenwoordig. Dus hier in het Schutterslokaal is de 30-jarige party van een ex-collega van Timo. We hebben haar kaartje bij. Ja, let's go. We gaan een keer binnen eens kijken wat de oudjes vanavond nog kunnen meemaken. Het is Battle Day, de allerlaatste finale opdracht van de blogbattle. De laatste twee dagen heb je mij niet zien vloggen. Allee, ja, ik heb zo wat de rustige zondag gevlogd. En ook gisteren hebben we het overwegend rustig gehouden. We hebben nog een laatste voorbereiding gedaan voor vandaag. Maar vandaag is een drukke dag. Dus eerst op programma in Hasselt, de blogbattle, fotoshoot. Ik ben gisteren al een paar dingen gaan halen, omdat die winkel vandaag pas open was om 1 uur. En ik natuurlijk mijn model moet kunnen kleren. Maar ik moet nog andere kleren afhalen ook. En dat doen we dan tijdens de opdracht, als onderdeel van de opdracht. Dus ik moet nog naar Jolie d'Or voor het grootste deel van mijn outfit. En dan misschien nog naar Streisand. Die wou ook wel graag meewerken. Dat is zo een luxe design tweedehandswinkel, waar dat ze toch wel een aantal mooie dingen hebben. Ik volg die al lang op Facebook. Die zijn ook echt wel expert in Delvaux. Nu, Delvaux is wel minder mijn persoonlijke smaak. Maar ja, je kan er dus toch wel wat pareltjes op de kop tikken. Maar we zullen zien, want uiteindelijk, ja, ik ben gebonden aan €200 per item. Wat betekent dat ik natuurlijk geen Delvaux zal kunnen gebruiken voor de fotoshoot. Maar dat is dan dat. En dan moet ik mijn model kleden, instructies geven aan de visagist, aan de kapper. Ik ga de foto zelf maken met de fotograaf en het model uiteraard. En dan zit de fotoshoot en de blogbattle erop. En dan is het wachten op de aankondiging. Ik ga nog snel even mijn outfit laten zien. En dan kunnen we vertrekken. We gaan goed op tijd vertrekken, omdat het... we hebben gisteren gemerkt dat het wat moeilijker parking vinden was. Omdat de parking aan het station, de Astrid parking... Die staat natuurlijk 's morgens al vol met mensen die naar het station gaan en de trein nemen. Dus we gaan kijken waar dat we kunnen parkeren. Maar dat zou wel ideaal zijn naar wandelafstand toe, want we moeten in het oude stadhuis zijn om ons te verzamelen. En van daaruit kan ik heel gemakkelijk en naar Jolie d'Or en naar Streisand en naar mijn fotolocatie. Een winters witte outfit vandaag, inclusief mijn nieuwe Sorel winter boots die gisteren zijn toegekomen. Die opmerkelijk goed passen met... Ja, met mijn rok en mijn outfit. Lekker warm. Een beetje fashion. En comfortabel. Hier komt ze meteen alles te hangen voor mijn model. Het model zelf is er nog niet. Ik ben ook gewoon veel te vroeg. Maar we zijn klaar voor de opdracht. Met vooral haar. Van de outfits. Die zijn we net gaan halen. Dus enkele accessoires van Lily en Louise. De handtas van Furla bij Streisand Outfits van Jolie d'Or. Dit kleedje van Live the Label met een teddycoat erover. Dus we zitten hier in de schepenzaal en het is een en al bedrijvigheid. We hebben hier een visagist die ook het haar gaat doen. We hebben PA's van de organisatie. We hebben een cameraman. Het is wel voor echt. Dus ik en heel mijn gevolg daar zijn op weg naar de shootinglocatie. We gaan naar de marmeren trap tussen Toerisme Hasselt en het Smaaksalon. Het is een hele mooie locatie, een beetje statig, fancy, chic. En mijn model is er helemaal klaar voor om een beetje attitude te geven. Shake it.
afspraken nog. Dus ik zei het al, het wordt een heel drukke dag. Dus eerst gaan we naar Lush. De kerstcollectie bij Lush is de beste collectie van het jaar. Normaal gezien was morgen een kerstevent. Maar omdat ik daar niet op kan geraken, dan had Lush voorgesteld dat ik een one-on-one zou doen. Dus dan zijn we tot deze datum gekomen. Dus eigenlijk krijg ik één dagje eerder dan de rest een sneak preview van de kerstcollectie. Ja, fantastisch bij Lush. Dat was echt wel de feestcollectie van het jaar. En dan daarna gaan we verder kerstmissen met Kiehl's. Want ook Kiehl's doet graag een kerstmis. En dan moeten we bij de Kiehl's winkel zijn. Dan gaan we verder naar een secret location. Voor een beetje kerstsfeer. Ja, heel benieuwd naar. Ik denk dat ik vorig jaar kon ik ook niet gaan naar Kiehl's. Dan zag ik daar achteraf de fotootjes van. Dat zag er heel leuk uit. Dus ik ben blij dat ik dit jaar wel de tijd vind. Dus alles op één dag. De Blog Battle, Lush Kerst en Kiehl's Kerst. Welkom in de Lush, de hemel ten tijde van kerstmis. Dat zat hier al echt super vol. Allemaal cadeautjes. Allemaal kerstproducten. Nog meer dan anders. In de Christmas Cave, dat zijn alle kerstcadeautjes bij elkaar. Dat is er echt awesome. Like, choices. Een mega cadeautje. Al leuk verpakt. Steeds met die kaolineklei. Dat zorgt er ook voor dat we geen synthetische bewarming moeten gebruiken. En dat gaat ook de huid diep reinigen, maar op een milde manier. Are you listening? Damn. De muziek bij de Five Guys staat heel erg luid, dus ik riskeerde een melding van YouTube te krijgen voor de muziek, dus dat kon ik niet doen. Dus vandaar dat ik gewoon even beeld heb gefilmd, maar het was weer super lekker. Nu zijn we nog een wandelingsje aan het doen, we hebben nog een klein uurtje om ons te entertainen. Voor het event van Kiehl's begint, dus het laatste event voor vandaag, kerstevent van Kiehl's. Heel benieuwd naar de secret location in de Schuttershofstraat. Is er een Chanel beauty boutique geopend en op het pleintje vlak aan de Monaar is er een Chanel beauty snow globe. Zijn we bij Kiehl's, eerst de winkel voor het kerstevent. Alhoewel ik moet zeggen dat we per ongeluk de secret location al gevonden hebben toen we hier net op wandel waren. De secret location is nog heel eventjes in opbouw. Dat ligt trouwens vlak aan Mooi. Dat is een keileuke zaak. Ik ben er nog nooit geweest, maar het is roze en ze hebben een bloemenmuur. Je kunt hier eten en ook beauty kopen. Dus volgend bezoekje aan Antwerpen staat deze op de to-do-list. Yes.